Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe serie op Sandy Bay. Ja, hij is eindelijk uit op console. Eindelijk. Ik heb al een aantal tractoren gekocht. Deze was standaard, Massey Ferguson. Deze heb ik gekocht. Hier heb ik de Valtra. Die is 325 pk, dus dat is hennig wat. De Vaderstad. Dan de Vent 800. Met twee John Deere-maaiers van voor en van achter. Dan de Kaweco. Ja, dat is gewoon een kar. Dan de Deutz voor balen. De Lieber voor de verrijker, als verrijker. Dan, dit is een baleninwikkelaar. Deze kan ronde als vierkante balen inwikkelen. En hier vervoer ik de balen op. Dan is er nog... Dat staat aan de andere kant van de boerderij. Oh ja, we gaan koeien in deze serie houden. Dus we gaan eerst balen en zo maken. Dus dan kunnen we koeien voorzien en melk. En dan krijgen we veel geld. Hier is de case cultivator. Is best handig, vind ik. En dan hebben we hier de schudder van Vent. Ik had al gezien op de map dat veld 2 af was. Of toch klaar was. Dus we gaan met de Massey Ferguson naar het veldje rijden. Ik gebruik nu ook mijn stuur. Dus als jullie op de achtergrond iets horen, gelijk dit. Het zijn mijn pedalen, dus neem het niet kwalijk. Oh, ik ben toch blij dat Sandy Bay eindelijk op console uitkomt. Want dat is gewoon een super toffe map. Ik speelde al op PC, maar ja, mijn graphics zijn er niet zo goed op, omdat ik op mijn laptop speel. Dus dit is... Oh, vrachtwagen. Oei. Ja, ik kan al niet rijden, zien jullie. Ik rij hier nogal hard. Deze map nam wel veel plaats in beslag. Ik denk 500 megabyte, zoiets. Ik weet niet precies. Ja, we hebben ook kalven in deze map. Maar ik weet niet of ik kalven ga gebruiken. Want die moet je eerst met melk voederen. En ook nog een strobaal voor... de stal, zeg maar. Eens kijken, hoe komen we hier naar binnen? Ik denk dat het beste is aan de andere kant. Hier moeten we dan rechts gaan en dan kunnen wij het veldje oogsten. Hier gaan we balen van maken, want dan hebben we ook al strobalen voor de koeien. Hoe koppelen? Wacht, uitklappen dit ding. Misschien kan ik dit veldje langs kopen eventueel. Nee, geen geld genoeg. Oké. Eens kijken, hoe koppelen we dit ding het beste aan?
Ja, we botsen nu even veel, maar anders kom je hier ook niet uit. Ik ga eerst twee keer de kopwakkers doen. Dat is wat makkelijker voor te draaien voor lijnen. Ik moet hier even nieuw zien te komen. Gewasvernietiging staat aan. Dus ja, zit je. Dus daarmee. Dan zetten we dit ding aan. En dan varmer. Oh, de kar. Oh jee. Oh jee. Ik haal even de kar, zodat die daar ook al staat, en dan kan ik de hoe noemt je dat? Ja, waar de maaier op lag, kan ik dan wegdoen. Hier kan 42.000 liter in, dus dat is wel heel veel, vind ik. We zijn aangekomen bij het veld. Ik zet de kar daar neer. En dan moeten we kijken voor dinges. Als we hem hier neerzetten is goed voorlopig. Ik zet de vat hier ook even neer. Zet je een massie op. En dan zetten wij het ding weer aan. Ik ga een kleine timelapse maken. Dus...
Het veldje is bijna af. Ik denk dat hier toch wel heinig wat balen op kunnen maken. Oh, ik mis een stuk. Oh, maakt niet uit. Ik denk dat we toch wel genoeg gaan hebben. Want, sorry. Het zijn veel rijtjes. Even dit stukje nog afmaken. En dan rijden we deze terug naar de boerderij. Binnenkort gaan we ook gras maaien voor hooibalen. En we gaan ook maïs of gras planten. Ja, gras hebben al natuurlijk. Een opraapwagen kopen ofzo. Daar kunnen we dan kuilvoer van maken eventueel. En dan is dat weer genoeg voedsel voor de koeien. Want als zij melk produceren, kunnen wij dat weer verkopen en krijgen daar weer geld voor. Ik los deze lading nog even in de kar. En dan kunnen we dit weer inklappen. Deze rust staan, ik pak de valtreffen. En dan haal ik de dinges. Ah, Queen Cookmacht. De Mai aanhangers. Dan haal ik even de Mai aanhanger. Oh, oh mijn god. Sorry dat de video van Stappenbach zo laat online kwam. Ik had niet echt tijd. En ja, ik had ook niet zoveel zin. Soms heb je dat, dus ja. Maar dat was maar gewoon één keer, dus er komen wel terug gewoon video's aan. Deze kar zit voor 95% vol. Dan brengen we deze al naar de boerderij. En gaan we zelfs met de massie naar de boerderij. We zijn bij de boerderij, sorry. Waar kunnen we deze lossen? Ah ja, daar. Deze even achteruit in, want anders kunnen wij ons niet draaien. Het zou heel vervelend zijn. Blijkbaar. Oh, ja. Blijkbaar kan je hier je balen verkopen ofzo. Hier dacht ik. Is raar gemaakt. Daar. Maar ja, het is een mooie map, vind ik. Die laten wij hier staan. Pakken wij de massie. En rijden wij deze ook terug naar de boerderij. We kunnen hier ook langs, dus een klein stukje korter, maar niet zo heel veel. Hier rechts is een bos. Misschien, heel misschien, gaan we een klein beetje bosbouw doen voor geld, maar ik denk het eerlijk gezegd niet.
Want dat kost ook weer geld, al die machines. En we gaan koeien houden. Dus dat is niet zo'n goede combinatie. Hier links is ook een groot veld. We moeten ook gaan inzaaien met weet ik veel wat. We hebben sowieso 2 of 3 grasvelden. 21 en daarachter zijn ook nog 2. Oh. 2 kleine veld. Ja, klein. 2 veldjes. En die horen ook nog bij onze grond. Dus we gaan wel veel voer hebben. Denk ik. Hoop ik. waar kunnen we deze pest tijdelijk neerzetten? Ik denk gewoon even hiervoor of zo. Oh. Kunnen we deze grond hier bewerken? Kunnen we misschien inkleuren hier met betonlijn? Kunnen we misschien hier ook iets neerzetten? Maar we gaan er nog even mee wachten. Dan pakken wij de dinges. Pakken we even terug de Valtra en zetten wij voor de balenpers neer. Dan rijden wij naar het veld. Maar dat is voor de volgende aflevering. Vond je dit nou leuk? Laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En doe het belletje aan voor meer video's als je op de hoogte wilt blijven. Later!